Maak kennis met de Multi-Collection Solution van Bearing Point Caribbean. De Multi-Collection Solution ondersteunt organisaties met de inning en invordering van betalingsverplichtingen van particulieren en bedrijven. Deze komen voort uit bijvoorbeeld belastingen of sociale premies. Met deze geïntegreerde oplossing bieden wij uw organisatie de solution die voldoet aan de allerhoogste eisen. Door middel van een slimme koppeling met externe systemen, online portalen en een business intelligence oplossing heeft u grip op uw totale bedrijfsproces. Zo kunnen betalingsverplichtingen uit de Multi-Collection Solution 1-op-1 en automatisch worden overgenomen vanuit de Multi-Tech Solution of andere systemen. In deze demonstratie maakt u kennis met de gebruiksvriendelijke interface van de applicatie, het financiële overzicht van een debiteur en de instelbare parameters, waardoor componenten flexibel aan te passen zijn. Daarnaast laten we u zien dat u met de dashboards een betere besturing van uw werkvoorraad kunt realiseren. Laten we de applicatie nu nader bekijken. Via uw webbrowser kunt u eenvoudig inloggen door middel van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Na het inloggen verschijnt bovenaan uw scherm het menu met de hoofdonderdelen van de applicatie. In de applicatie zijn de getoonde menu's en taken afhankelijk van de gebruikersgroep waarin een gebruiker zich bevindt. Zo zijn in het menu onder Home meerdere overzichten beschikbaar. Bijvoorbeeld, als invorderaar ziet u de tabbladen Invorderaar Dashboards, Werkitems, Uit te voeren executies en Lopende adresonderzoeken. Voor een deurwaarder zijn overzichten beschikbaar zoals te betekenen dwangschriften en te betekenen beslagen. Een goed voorbeeld voor de beschikbare overzichten in het Home-menu is het Werkitemoverzicht. In dit overzicht staan alle werkitems waarmee de gebruiker aan de slag moet om het inning- en invorderingsproces correct uit te voeren. Gebruikers krijgen dossiers en taken toegewezen, afhankelijk van hun functie binnen de organisatie of verantwoordelijkheid voor bepaalde processtappen. De gebruiker wordt actief op acties geattendeerd met deze werkitems. Binnen een invorderingsactie staan deze werkitems vermeld als meldingen om de gebruiker te ondersteunen tijdens het proces. Onder debiteurenbeheer vindt u een van de belangrijkste overzichten van de Multi-Collection Solution. Dit is een centraal punt waar de actuele status, lopende en afgeronde invorderingsacties en afspraken van een debiteur getoond worden. Het aantal openstaande vorderingen, de tijdsverdeling daarvan en het openstaande saldo ziet u in het statistiekenpaneel grafisch en overzichtelijk bij elkaar. Via de takenlijst rechts op het scherm kunt u nieuwe invorderingsacties starten. Daarnaast kunt u met één druk op de knop de accountgegevens van de debiteur tonen. Door te klikken op een vordering in het debiteurenoverzicht wordt direct de bijbehorende vordering geopend. Ook is het mogelijk dit te doen via het vorderingtabblad in het menu Debiteurenbeheer. In een vorderingoverzicht wordt een totaalbeeld van de vordering getoond. Via het linkerpaneel is gedetailleerde informatie beschikbaar, zoals de betalingsverplichtingen, betalingstermijnen, eventuele mutaties en de invorderingshistorie. Alle inkomende betalingen zijn onder het tabblad Inning inzichtelijk gemaakt. Van de betalingen zijn diverse gegevens zichtbaar, zoals het bedrag, de datum en door welke debiteur de betaling is gedaan. De ontvangsten zijn te filteren op betalingskenmerk en op betaaldatum. Aan de hand van een betalingskenmerk wordt de betaling vervolgens toegekend aan een vordering. In het menu Invordering staan tabbladen voor de reguliere invorderingsacties, aanmaningen en dwangschriften. Daarnaast zijn er functionaliteiten voor alle invorderingsacties die kunnen worden toegepast op een vordering om ervoor te zorgen dat aan een betalingsverplichting wordt voldaan. Als dat niet het geval is, bestaat er een mogelijkheid om het administratief af te handelen. Binnen elke functionaliteit wordt een lijst getoond van bestaande dossiers die gefilterd kunnen worden in de linkerkolom. Door op een aanmaningsdossier te klikken, ziet u om welke vordering het gaat en wat de huidige status is van de aanmaning. Er kan doorgeklikt worden naar gerelateerde tabbladen, zoals het debiteurenoverzicht.
In het linkerpaneel is meer informatie over de historie inzichtelijk. Notities en documenten kunt u hier inzien of toevoegen. Onder werkverdeling is eenvoudig te achterhalen welke gebruikers van uw organisatie betrokken zijn bij specifieke aanmaningen. Het werkverdelingpaneel is in elk debiteuren- of dossieroverzicht terug te vinden. Binnen het invorderingmenu kunnen invorderingsacties handmatig worden uitgevoerd. De applicatie biedt echter ook de mogelijkheid om een proces te starten voor het massaal aanmaken van bijvoorbeeld dwangschriften aan de hand van vooraf ingestelde criteria. Het dwangschrift wordt dan opgesteld met alle benodigde gegevens. Het document wordt vervolgens aangemaakt, afgedrukt en bij de deurwaarder afgeleverd. De deurwaarder kan er vervolgens mee naar de debiteur om het te overhandigen. Dan gaan we nu naar het hoofdonderdeel afspraken, waar allerlei afspraken staan die met een debiteur gemaakt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het verzoeken om een kortlopend uitstel of een betalingsregeling. Meestal zorgen dergelijke afspraken ervoor dat het invorderingsproces onderbroken wordt. De multi-collection solution ondersteunt de aanwezigheid van zogenoemde procesonderbrekers. Dit betekent dat er automatisch een signaal naar het lopende invorderingsproces gaat, zodra er sprake is van een procesonderbreker. Ambtsberichten, adresonderzoeken of andere procesonderbrekende acties moeten eerst worden afgerond, voordat het invorderingsproces kan worden hervat. De post wordt samengesteld in het menu Mededelen. Bij het samenstellen van de postverzameling kunt u een documenttype selecteren en versturen naar de printer. De documenten die binnen de applicatie worden aangemaakt, worden verzonden naar de debiteur. In de Multi-Collection Solution kunt u belangrijke parameters beheren. Groot aantal waardes, zoals bijvoorbeeld drempelbedragen, percentages en datummarges, kunt u door uw eigen beheerder laten aanpassen. Hierdoor hebt u een grote vrijheid in het zelf aanpassen van de applicatie aan veranderende omstandigheden binnen de wet en regelgeving. Tot slot is in Gebruikersbeheer een overzicht beschikbaar van alle gebruikers. U kunt dus zelf nieuwe gebruikers toevoegen of bestaande gebruikers aanpassen. Ook de gebruikersrollen binnen de applicatie kunnen hier worden aangepast. Deze kunnen hier worden ingedeeld in groepen met specifieke rechten. U ziet dat u met de Multi-Collection Solution een uitstekende oplossing voor uw inning en invordering in handen heeft. Traditionele software beperkt zich vaak tot standaard configuraties die veelal niet toereikend zijn voor alle benodigde scenario's. Dit systeem is gebaseerd op onze jarenlange ervaring met complexe IT-systemen in het Dutch Caribbean en de best practices van de Nederlandse Belastingdienst. Het grote voordeel is dat de Multi-Collection Solution naadloos gekoppeld kan worden aan andere heffings- en administratieve systemen. Deze modelgedreven solution biedt u de mogelijkheid om binnen kleine ontwikkelingscyclussen volledig te voldoen aan uw wensen. In korte tijd kunnen de business rules en de toegepaste wet en regelgeving aangepast worden aan uw eigen organisatie. Dit resulteert in de perfecte pasvorm voor een betaalbare prijs. Wilt u weten wat de multi-collection solution voor uw organisatie kan betekenen? Vraag dan naar onze uitgebreide demo.